العبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني كيف الجن the demon and the ins the mensen slechts geschapen om mij te aanbidden. Maar wat is aanbidding nou precies, barakallahu fikum? Want wanneer wij gaan naar de mushrikien, naar de aanbidders van de graven, en wij zeggen tegen hun, jullie verrichten shirk, jullie moeten alleen aan Allah aanbidden, dan zeggen zij ja, inderdaad. En wij bidden ook alleen Allah. En wij zeggen tegen hun, jullie verrichten shirk, jullie moeten alleen aan Allah aanbidden, dan zeggen ze. Beste broeders en zusters, we gaan door bi'idhnillahi ta'ala met onze lessen. We gaan over het gezegend boek Usul al-Salata, de drie fundamenten, de drie vragen die elke dode direct in zijn graf zal krijgen, Allah al-Musta'an. En we hebben het nu over het eerste fundament, A'rifatullah, het kennen van Allah azza wa jal, het weten wie Allah azza wa jal is, en het weten wat hij van ons wil. En wat hij van ons wil, subhanahu wa ta'ala, is aanbidding, is ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. En ik heb de jinn, de demonen en de ins, de mensen, slechts geschapen om mij te aanbidden. Maar wat is aanbidding nou precies, barakallahu fikum? Want wanneer wij gaan naar de mushrikien, naar de aanbidders van de graven, en wij zeggen tegen hun, jullie verrichten shirk, jullie moeten alleen aan Allah aanbidden, dan zeggen zij ja, inderdaad. En wij bidden ook alleen Allah azza wa jal aan. En wij zeggen la ilaha illallah. En wat wij doen bij de graven, nee, dat is geen aanbidding. Wij vragen gewoon om hulp. Wij vragen gewoon dat zij een tussenpersoon kunnen zijn tussen ons en Allah azza wa jal. En dat is natuurlijk grote onzin. Dus om deze discussie te kunnen eindigen en om de waarheid te kunnen verduidelijken, dienen we als eerste te weten wat aanbidding exact is. Zodat wij kunnen weten wat de waarheid exact is. En dat is wat Sheikh al-Islam, Mufti al-Anam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullahu ta'ala, heeft gedaan door een aantal vormen van aanbidding te noemen in al-Usul al-Thalatha. En als je goed oplet, dan zul je zien dat hij juist de vormen van aanbidding heeft opgenoemd die het belangrijkste zijn en waar de grootste khilaf over bestaat tussen ons en tussen de mushrikien. De Sheikh al-Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullahu ta'ala, zegt: En de vormen van aanbiddingen die Allah heeft bevolen, die bevolen zijn door Allah, missen de islam, dat is bekend. Al iman, het geloof, dat is bekend. En de ihsan, dat is de geloof. En Jibril, de bekende hadith van Jibril, zal inshallah ta'ala volgen. En daarna zegt al-Sheikh rahimahullah ta'ala, wa minhu du'a wal khawfu wa raja. En daarin dat we horen, al die partijen de algemene definitie gegeven. Aanbidding. Wat is aanbidding? Islam, iman, ihsan. Niemand zegt dat dit geen aanbidding is. Maar hij gaat verder, hij wordt steeds specifieker nadat hij algemeen is geweest. En hij zegt rahimahullah ta'ala, wa minhu du'a wal khawfu wa raja. En tot aanbidding behoort het dua, het verrichten van smeekbeden. Wal khawf, het hebben van angst, dit hebben we al eerder behandeld. Wal raja, het hebben van hoop. Wal tawakkul, vertrouwen. Wal raghba, het hebben van sterke hoop en dat je ook het goede verwacht van diegene. En hulp en overwinning verwacht van diegene. Wal raghba, diepe angst. Dat is nog erger dan al khawf, nog inniger dan al khawf. Wal khushu', dat is een soort van rust die een moslim hoort te ervaren in zijn gebed bijvoorbeeld, of tijdens het lezen van de Koran, als hij het goed doet. Wal khashya', het hebben van intense vrees. Wal inaba, dat is net als het toba, maar dan nog sneller en nog beter. Wal isti'ana, vragen van hulp. Wal isti'aza, het vragen van bescherming. Wal isti'aza, smeken om hulp.
الذبح الكفر الصلاة من الله والنذر الأسبريك فن بلوفتة وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله. And under the sort of unbidding a design befallen door Allah, these are all than for Allah alone. Let all vertrouwen, tawakkul bijvoorbeeld. Vertrouwen mag je alleen hebben op Allah Azza wa Jal. Niet of op een of andere blauwe oog. Assalamu alaikum iedereen. Welkom bij de eerste les. Allah Azza wa Jal. Niet op een hoefijzer, of een konijnenstaart, of een wolvenpoot, of een amulet, of wat dan ook. En wanneer jij zo'n amulet draagt, zo'n armband, zo'n beschermarmband, een kraal of wat dan ook draagt, dan vaak zeggen ze dit beschermt tegen het boze oog. En dat betekent toch, direct of indirect, dat jij die amulet vertrouwt. Dat jouw geruststelt, wat tegelijkertijd ook gezoer is. En je hebt ook een soort vertrouwen in dat amulet. Dat je zegt, dit gaat mij beschermen tegen het slechte, tegen het boze oog. Allemaal onzin en wakker. Vertrouwen is een aanbidding. Het tawakkul is een aanbidding. En die is voor Allah Azza wa Jal alleen. Dus allereerst de definitie van de ibadah. العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاعمال والاقوال الظاهره والباطنه. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى definiert aanbidding door te zeggen aanbidding is alles waar Allah van houdt, van uitspraken en daden, zowel innerlijk als uiterlijk. Dus is dit iets wat Allah blij maakt? Is dit iets wat hem tevreden maakt? Dat jij vertrouwen hebt? Ja, dat is aanbidding. Het dua, wordt Allah daar blij van? Is Allah zo ja, dat verdienen mij? Direct een aanbidding. Dus wanneer jij weet dat het iets een goede daad is, het bidden, is dat een goede daad? Het is al gebeurd, is kan iemand anders overdragen. Zonder twijfel, ja, dus dat mag alleen voor Allah Azza wa Jal alleen. Tayyip, dit zijn allemaal aanbiddingen die alleen voor Allah mogen. En wie dit verricht voor iemand of iets naast Allah is een mushrik. Maar wat is het bewijs? Ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala heeft ons geleerd in het begin van dit gezegend gis voor de islam. En dit is van de rahma van Allah die hij heeft gehad en nog steeds heeft en zal blijven hebben met de umma van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa anna al-masajida lillah, en de gebedsplaatsen, oftewel de hele werelden, zijn voor Allah alleen. Dus, fala tad'u ma'allahi ahada. Dus, ken geen deelgenoot toe aan Allah. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. Dus degene die iets hiervan laat zijn voor iemand anders dan Allah is een mushrik, is een veel goden aanbidder, kafir, een ongelovige. والدليل قوله تعالى, en het bewijs dat de shirk ons ongelovig maakt, dat is de uitspraak van Allah Azza wa Jal. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن يدعو, and degene die iets aanroept, en aanroepen is het dua, en daarom de naam zegt het al, of de werkwoordvervoeging zegt het al, يدعو, dat komt van het dua. Dus Allah Azza wa Jalla zegt letterlijk in Surat al-Mu'minun vers 117, ومن يدعو مع الله إلها آخر, en degene die naast Allah een andere god aanbidt, aanroept. En natuurlijk is dat een afgod. En natuurlijk is dat een valse god. Maar hij wordt een god genoemd. En het worden goden genoemd. En zij zijn alle vals. En de enige, echte, ware, eeuwige, sterkste god, dat is Allah Azza wa Jal. En Allah Azza wa Jal zegt dus in dit vers, وَمَنْ يَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخر. En wie naast Allah een andere god aanroept, لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ, waar hij geen bewijs voor heeft. En ongetwijfeld heeft hij daar geen bewijs voor. فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ, zijn afrekening gaat plaatsvinden bij zijn Heer. Oftewel, wacht maar, je gaat er zonder twijfel aan. إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ, voorwaar, hij laat de ongelovigen niet slagen. Niet, hij laat ze onsuccesvol zijn. Hij laat ze niet succesvol zijn. Dus Allah Azza wa Jal zegt, hun afrekening vindt plaats bij hun Heer. En dat is al een dreiging. En daarna zegt Allah Azza wa Jal, إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ, hij laat de ongelovigen niet slagen. Dus Allah Azza wa Jal noemt hun kuffar. Dus jij, o moslim, bent verplicht
om degene die iets aanroept naast Allah Azza wa Jal. Al is het Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, al is het Isa alayhi salam, al is het Musa alayhi salam, al is het Uzair alayhi salam. Je bent ook verplicht om hem als ongelovige te zien. En Allah Azza wa Jal noemt hen dus ongelovigen. Waarom? Omdat zij het dua verrichten voor iets anders of iemand anders dan Allah. En dat maakt hen dus kuffar. Dus Allah Azza wa Jal wordt hier woedend om. Dus het dua is een aanbidding. Het is belangrijk. In Nederland is dit koek en ei. Maar wanneer je komt in Marokko of in Turkije en een Sufi, Mushrik, Qaburi wil adviseren en zegt dat de aanbidding alleen voor Allah is. En dan zegt hij, ja, maar wie zegt dat dit shirk is? Ik aanbid ook Allah alleen. Dan moet je deze formules kennen. Dan moet je het verhaal kennen. Oorzaak, gevolg, definitie. Anders, wallahi, sta je met een mond vol tanden. In jouw comfortzone, mensen die jou vertrouwen, begrijpen, dezelfde taal spreken. Mensen accepteren wat jij zegt. Maar wanneer je buiten je comfortzone treedt, buiten je bubbel, of te maken hebt met de vijanden van de islam en van de sunnah, die wel bespraakter dan jou zijn, die sterker zijn in Arabisch, die je proberen te denigreren, dan moet je wel begrijpen wat het gebed inhoudt en wat de definitie van aanbidding is en waarom je kafir zou zijn als je zegt bijvoorbeeld Abdul Qadir ya bu'lam dawi haliyana, waar we het laatst over hebben gehad. Regelrechte shirk die in de trouwfeesten en cd's en auto's van de moslims wordt afgespeeld tot de dag van vandaag. Abdul Qadir ya bu'lam, Abdul Qadir de heilige, dawi haliyana, genees mijn situatie, regel mijn situatie. Dit is dua. Als je zegt genees mij, ik heb het moeilijk. En het verhaal gaat dat de zanger in de Algerijnse gevangenis was en hij was een afstammeling van een Sheikh Abdul Qadir al-Tijani al-Hanbali rahimahullah, die een grote geleerde was. En hij deed dus een oproep aan zijn opa, terwijl zijn opa dood is en zichzelf niet eens kan helpen, laat staan anderen. Wat zegt hij? Hij zegt, Abdul Qadir ya bu'lam dawi haliana, genees mijn toestand. Regel het dat ik uit de gevangenis kom. Dawi hali ya bu'lam. Hij zegt het nog een keer. Genees mij. Regel mijn situatie. O heilige, sidi ruf'aliya. Sidi, o mijn heer, wees warmhartig met mij. Wees zachtaardig met mij. Dit is regelrechte shirk. Zien jullie nu hoe dichtbij je shirk wel niet komt? Wal'iyadu billah. En wanneer je de verbanden niet kan leggen, dan ben jij, zoals Allah Azza wa Jal zegt, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ يُشْرِكُونَ. Allah Azza wa Jal zegt in Surat Yusuf, de meeste mensen geloven niet in Allah, behalve dat zij toch in shirk plegen. Toch op hun tong zeggen ze, onze moeders vader is dood, of Abdul Qadir ya bu'lam, of Rasulullah, of dit, of dat. Het zijn toch vormen van een shirk. وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ. Dus pas daarvoor op, barakallahu fikum. En in de hadith staat, het dua mukh al ibada. Al mukh, dat is bijvoorbeeld hersenen. En het gaat erom, dat is de diepste, de essentie van al ibada is het dua. Oftewel, de grootste ibada is het dua, staat in deze hadith. Echter is deze hadith zwak, deze hadith is daïef, maar de betekenis klopt wel. En in een andere hadith, sahih, authentiek, verklaard door onder andere Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, het dua huwa al-ibada. Dua, dat is aanbidding. Alsof je zegt van de hele, alsof de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, of net als toen de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, al-hajju arafa. Al-hajju arafa. De hajj is arafa. Tayyib, hajj bestaat ook uit Mina, Muzdalifa, Tawaf, Sa'i, Jamarat, etcetera, etcetera. Het zijn meerdere dagen dan alleen Arafa. Maar de profeet Sassim zegt, al-hajju Arafa. Oftewel, Arafa staat synoniem aan al-hajj. Als je Arafa hebt gemist, heb je de hele hajj gemist. Heb je niks gedaan en dat valt niet meer te overzien en te regelen. Zo zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam hier, al-hajju, zo zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam hier, het dua'u huwa al-ibada. Het dua is aanbidding. Het is net alsof ik zeg van, de moeder is het gezin. Oftewel, wanneer onze moeders, mogen Allah Azza wa Jal hun beschermen en gezond houden en een gezegend leven schenken, gelukkig leven. Als hun wegvallen, dan valt alles weg. Dan valt alles weg. En hoe vaak hebben we dat wel niet gezien? Zo zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam hier, het dua'u
هو العبادة. The very essence of aanbidding is a dua. And an other bewijs is the uitspraak van Allah Azza wa Jal. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. And you hear they say, ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Vraag mij en ik zal jullie beantwoorden. إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي. Degene, want voorwaar, degene die te hoogmoedig zijn en mij, te hoogmoedig zijn om mij te aanbidden, سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Die zullen het hele vuur betreden. Dus Allah Azza wa Jal zegt in het begin van het vers, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Yani hij zegt, verricht het dua en ik zal jullie dua beantwoorden. En wat zegt Allah Azza wa Jal voor degene die dat niet willen, degene die zich te hoogmoedig voelen? إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي. Degene die zich hoogmoedig, te hoogmoedig voelen om mij te aanbidden. Is er Allah Azza wa Jal dua? En hier zegt Allah Azza wa Jal aanbidding. Dus dua is synoniem. Aanroepen van Allah is synoniem voor aanbidding. En aanbidding is synoniem voor het dua. En subhanallah, Allah Azza wa Jal accepteert de dua zonder twijfel. Met name de dua van de mazloom. De dua van degene die onrecht is aangedaan. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, ittaqi da'wat al-mazloom, fa'inna laysa baynaha wa bayna Allahi hijab. Vrees, pas op voor de dua van degene die onrecht is aangedaan. Want er is geen obstakel, er niks is tussen dat en Allah Azza wa Jal. Al is het van een kafir, al is het van een fasiq, al is het van een ongelovige, een verdorvene, een slechte moslim, een slechte persoon, een kafir, een ongelovige. Als diegene onrecht is aangedaan en hij verricht dua, wallahi, zijn dua wordt verhoord. En ook de dua van de ouders wordt verhoord, et cetera, et cetera. Dus pas op dat je slecht bent tegenover je ouders in het specifiek. En pas op dat je iemand onrecht hebt aangedaan. En de verhalen hierover zijn talloos. En het meest recente verhaal dat ik ken, is dat een jaar of twee geleden een broeder, een andere broeder, onrecht had aangedaan. En hij had zijn klanten afgepakt. Het was iets zakelijks, hij had zijn klanten stiekem afgepakt. En hij confronteerde hem daarmee en hij zei, nee, ik heb het niet gedaan. Nee, ik heb jouw klanten niet gedaan. Dit is gewoon in Nederland, in Amsterdam. En diegene was geen bijzondere moslim. Waarop die broeder die onrecht is aangedaan zei, als dat wel zo is, mogen Allah zijn auto in de fik steken. Als dat wel zo is, mogen Allah zijn auto in de fik steken. Wallah, alladhi la ilaha ghayruh. De volgende dag lazen we allemaal in de krant, auto, motor in de fik gegaan. En wallah, het was een splinternieuwe auto. Het was een gloednieuwe auto. Eén dag nadat deze broeder deze dua had gedaan, ging de auto van degene die dit onrecht had gedaan en zijn klanten eigenlijk gestolen van hem had, ging letterlijk in de fik. En deze persoon was wallahi geen bijzondere moslim. Sterker nog, toen hij erachter kwam dat zijn dua verhoord was, hij schrok zich een hoedje. Dus pas op voor het verrichten van onrecht. En pas ook op voor het verrichten van dua ten tijde van woede tegenover iemand of jouw eigen kinderen vooral, et cetera. Want het kan zijn dat zo'n dua onomkeerbaar is. En tegelijkertijd ook een positieve dua. Een van de imams, een van de belangrijkste imam eigenlijk vandaag de dag in Mekka, in Masjid al-Haram. Zijn verhaal was dat hij een heel vervelend kind was. Hij was een heel vervelend kind, zegt hij over zichzelf. En zijn moeder had gasten, belangrijke gasten. En zij was uitbundig aan het koken. Wat deed hij? Hij pakte zand en hij gooide zand in de pannen. Met andere woorden, hij had het eten verpest. Niet eens eten voor hun, maar eten voor gasten en voor belangrijke gasten. Maar zijn moeder was een vrome vrouw. En die verrichtte geen dua voor haar kinderen, maar zij verrichtte juist dua voor haar kinderen. En zij zei op dat moment, zij was teleurgesteld en zij was boos, maar vooral teleurgesteld. Zij zei, Allah ij'alak imam lil haram. Mogen Allah jou een imam voor de haram laten zijn. De moskee, Masjid al-Haram in Mekka. En subhanallah, dat is ook gebeurd. En hij is de bekendste imam onder de moslims vandaag de dag. Ala kulli hal, dit is het dua. En leer jezelf aan dat je Allah alleen vraagt en dat je de mensen niks vraagt. In de sahih staat dat de sahaba de bay'a zouden geven.
de eed zouden geven aan Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En sommigen van hen zeiden: Bayana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala al-sam'i wa al-ta'a fi al-manshati wa al-makra, etc. Wa ala alla nas'al al-nas shay'a. En dat wij de mensen niks gaan vragen. Sommigen van hun zouden op een kameel zitten en hun zweep zou vallen. Het is heel lastig om dan weer met je kameel naar beneden te gaan en eraf te stappen, de zweep te pakken en dan weer omhoog met je kameel. Het is veel makkelijker als iemand anders jou gewoon die zweep aangeeft. Maar wallahi, zij zouden niemand vragen, zelfs hun zweep op te rapen, zouden zij niet vragen van de mensen. En hierover zegt de dichter: La tas'alanna baniya adama hajatan wa salilladhi abwaabahu la tughlaqu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa baniya adama hina yus'alu yaghdabu. Vraag niks aan de mensen en vraag aan degene wiens deuren altijd openstaan. Allah wordt woedend als jij hem niet vraagt, terwijl de mensen juist woedend worden wanneer jij hun vraagt. De Arabieren zeggen: als zou je de mensen om zand vragen, dan zouden ze je zat raken. Natuurlijk leefden de Arabieren in een woestijn, in de woestijn. Maar als zou je mensen zand vragen, wat letterlijk voor het oprapen ligt, na een paar keer raken ze je zat. Tegelijkertijd ervaren de mensen rust wanneer zij weten dat dit een persoon is of een familielid of wat dan ook die niks aan hun vraagt. Die altijd gewoon zijn eigen zaken regelt en zijn eigen boontjes dopt. Als diegene dan belt, hebben ze geen moeite met het opnemen. Terwijl subhanallah, sommige mensen, je weet, als hij belt, heeft diegene wat nodig. Als hij belt, heeft hij je nodig en anders belt hij jou niet of zij jou niet. En dit haalt de broederliefde en zusterliefde tussen de moslims weg. Dus wees eervol en probeer je eigen boontjes te doppen. En wanneer de moslims dit van jou zien, gaan ze zelf hun hulp aanbieden. De sunnah van Allah en de hikma van Allah is dat juist degene die eervol is, hulp aangeboden krijgt van mensen van harte, uit liefde. Terwijl degene die juist vraagt, of hij wordt geweigerd, of hij wordt toch geholpen eenmalig, en dat gaat niet van harte. Dus let hier op, barakallahu fikum. En in plaats dat je de mensen vraagt, vraag Allah. Sommigen van de zelf zouden zeggen: ik zou Allah alles vragen. Zelfs zout. Zelfs het zout voor mijn eten zou ik aan Allah azawajal vragen in mijn sujud. Waarom niet? Waarom niet? Allah azawajal is blij wanneer wij hem vragen, terwijl hij ook boos wordt als wij hem niet vragen. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei: wie Allah niet vraagt, hij wordt kwaad op hem. Hij, oftewel Allah, wordt kwaad op hem. Dit wat het dua betreft. Sheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, zegt: wa dalilul khawfi. Het bewijs van angst, of dat angst een aanbidding is de uitspraak van Allah: fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Dus wees niet bang van hen. Wees niet bang van de kuffar. Wa khafuni. Maar wees bang van mij. In kuntum mu'minin, indien jullie gelovigen zijn. Een moslim is niet bang voor de vijand. Een moslim is bang voor Allah alleen. Echt, het valt angst onder te verdelen in verschillende categorieën. Je hebt angst die shirk is. Net als dat jij bang bent voor iets of iemand. Meer dan dat jij bang bent voor Allah. Of evenveel. Wie dat heeft, die is ongelovig. Net als degene die bang zijn dat wanneer zij niet elk jaar naar een tovenaar gaan of naar een waarzegger, dat dit en dit gebeurt. En daarvan heb je er in Marokko veel. Maar je hebt ook gewoon natuurlijke angst. En dat is de angst die jij kan hebben voor een leeuw, voor een tijger, of voor een inbreker, of wat dan ook. Dat is geen shirk. Dat is geen shirk. Maar een moslim hoort dapper te zijn. Barakallahu fikum. Wa dalilu raja. En het bewijs, of de bewijs van hoop. Qawluhu ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan salihah. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. En degene die hoopt om Allah te ontmoeten, laat hem goede daden verrichten en geen deelgenoten aan Allah toekennen. Het ontmoeten van Allah, beste broeders en zusters, dat is de wens van elke moslim. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt: مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ. Degene die ervan houdt om Allah te ontmoeten, Allah houdt ervan om hem te ontmoeten. En degene die het haat om hem te ontmoeten, degene die het haat om Allah te ontmoeten, Allah haat het om hem te ontmoeten. Dus heb goede gedachten over Allah azza wa jal, vooral wanneer jij op je sterfbed ligt. En hoe komt dat? Door geen shirk, of hoe kan dat? Door geen shirk
te plegen. Want degene die geen shirk pleegt, al zijn zonden worden vroeg of laat vergeven. Bi'idhnillahi ta'ala. Wa dalilu tawakkul. En het bewijs van het tawakkul, het hebben van vertrouwen, is de uitspraak van Allah. Wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. En vertrouw op Allah, indien jullie werkelijk gelovigen zijn. Wa qawluh. Wa man yatawakkal ala Allahi fa huwa hasbuh. En wie vertrouwt op Allah, hij is voldoende op hem. Dus vertrouw op Allah en zeg hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan zal Allah azza wa jal jou helpen en redden. Net als hoe hij Ibrahim alayhi salam gered had toen hij in het vuur werd gecatapulteerd. En het enige wat hij zei was hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah is voldoende voor mij en aan hem vertrouw ik mijn zaak toe. En hij is de beste persoon hiervoor. Wie dat zegt en wie werkelijk vertrouwt op Allah azza wa jal, die hoeft nergens voor te vrezen. Maar dan moet jouw doel natuurlijk goed zijn. Ik verricht tijara. Ik ga reizen naar een ver land om tijara te verrichten. Of ik neem een beetje risico om tijara te verrichten. Of genezing. Of ik onderga een gevaarlijke operatie. De kansen zijn 50-50. En ik heb vertrouwen op Allah azza wa jal. Waarom? Omdat ik weet waarvoor ik dit doe. Ik ga tijara verrichten, zodat ik geld kan verdienen. En zodat ik voor mijzelf kan zorgen. En voor mijn familie, mijn vrouw, mijn kinderen, mijn ouders, mijn medemoslims. Zodat ik de umma, ik wil geld verdienen, zodat ik de umma kan helpen. En daarvoor ben ik ambitieus en daarvoor neem ik risico's. Als jij dit doet, kan jij op Allah vertrouwen. En dan geeft Allah jou ook die rust. Maar wanneer jij bezig bent met al-haram en met al-dhalam. En met onrecht, en met shirk en koffer, hoe ga jij vertrouwen op Allah azza wa jal? En hoe krijg jij de rust van Allah azza wa jal? Dus allereerst moet het doel goed zijn, beste broeders en zusters. En dan vertrouw je op Allah azza wa jal. En maak je niet druk, al lijkt dat de moeilijke weg. Als dat de weg is waar Allah azza wa jal tevreden over is, dan zal hij ons zeker niet in de steek laten. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. En degene die vertrouwt op Allah, hij is voldoende voor hem. ودليل رغبتي والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبة ورهبة وكانوا لنا خاشعين. Allah عز وجل prijst een vorm van gelovigen in zijn boek. En hij zegt dat zij zich zouden haasten naar het verrichten van goede zaken. En zij zouden ons aanroepen uit hoop en uit angst. En zij hadden khushu', zij hadden rust tijdens hun aanbiddingen. Dus dit zijn allemaal zaken waar Allah Azza wa Jal van houdt. En Allah Azza wa Jal zegt over al-khashiyah, het hebben van intense vrees. Zegt Allah Azza wa Jal, فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي. Vrees hen niet innig, maar vrees mij innig. وَدَلِيلُ الْإِنَابَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. En toon haastig berouw aan jullie Heer en geef jullie over aan hem. Want wallahi, wij weten niet wanneer de dood kan komen. وَدَلِيلُ الْإِسْتِعَانَةِ. En het bewijs over het vragen van hulp is de uitspraak van Allah Azza wa Jal in Surat al-Fatiha. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ. U alleen aanbidden wij en u alleen vragen wij om hulp. Of in hadith, إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. Als jij hulp zoekt, zoek hulp bij Allah. En ook hulp is onder te verdelen in verschillende categorieën. Het gaat er hier om dat je alleen hulp vraagt aan Allah als het een zaak is die alleen door Allah geregeld kan worden. Net als vergeving, net als al-jannah, net als zaken die niet te bereiken zijn door een persoon, etc. Maar jij mag hulp vragen aan de politie om de dief te vangen. Jij mag hulp vragen aan iemand langs iemand aan het strand of aan de kust om een reddingsboot te sturen. Jij mag hulp vragen aan de dokter. Jij mag hulp vragen dus aan jouw broeders. Al is het beter van niet. Maar het gaat er hier om de vorm die een shirk is. En de definitie daarvan is dat het iets is waar alleen Allah toe in staat is. وَدَلِيلُ الْإِسْتِعَادَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Zeg, o Mohammed, ik zoek mijn toevlucht bij de Heer van de mensen.
Oftewel Allah Azza wa Jal. Dus het zoeken van toevlucht is een aanbidding. En ook daarvoor geldt, je mag toevlucht zoeken bij een leider of bij een veilig huis of een fort. Je mag vluchten van het kwaad, maar dat gaat erom zaken, bijvoorbeeld de djinn, etc. Het zoeken van toevlucht voor een djinn, dat mag alleen bij Allah Azza wa Jal. En niet bij een of andere waarzegger of horoscopen of sterrenbeelden of wat dan ook. ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين زخ أو محمد من خبت من أفر من ليف من دوت is for Allah alleen the Heer der wereld لا شريك له ik ken geen deelgenoot aan hem toe وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ En daarmee ben ik bevolen en ik ben de eerste der moslims. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ Moge Allah degene vervloeken die slacht, die offert voor iemand anders dan Allah azza wa jal. Dit gebeurt nog steeds heel veel. Dit gebeurt nog steeds heel veel. Bij vrouwen die geen kinderen kunnen krijgen, bij mensen die naar de tovenaren gaan, etc. En het laten vloeien van bloed, dat geeft degene voor wie het wordt gedaan een geweldig gevoel. Ja, jij hebt diegene daarmee vereerd. Jij eert degene voor wie jij bloed laat vloeien. Oftewel, jij bent het waard om bloed voor u te laten vloeien. Wij offeren anderen op voor u. En dit past alleen bij Allah Azza wa Jal. Offeren past en mag alleen bij Allah Azza wa Jal. Want Hij is de meest geweldige. En Allah Azza wa Jal houdt hiervan. En daarom is dit een aanbidding. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam vervloekt degene die slacht en offert voor iemand anders dan Allah Azza wa Jal. En de laatste vorm van aanbidding die de sheikh rahimahullah ta'ala noemt is een nadr. Wat dalilu qawluhu ta'ala yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharuhu mustatira. Allah Azza wa Jal prijst de gelovigen in Surat al-Insan door te zeggen dat zij hun belofte nakomen, hun nadr nakomen. Wat is een nadr? Een nadr is dat jij zegt, mijn moeder bijvoorbeeld is ziek. Of ik wil slagen voor mijn school. Ik heb binnenkort examens. Of ik heb een rijbewijsexamen. Of ik heb een belangrijke sollicitatie. Een nadr is dat je dan op dat moment een belofte doet. Dat je zegt, oh Allah, als mijn moeder genezen wordt, of als ik word aangenomen voor deze baan, of als ik een zoon krijg, of als ik dit gebeurt, of als ik genezen word, of wat dan ook, dan geef ik 1000 euro sadaqa. Dit is een nether. Dit is een nether. Dit is een soort van belofte die je doet. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam hield daar eigenlijk niet van. Vooral wanneer het gaat om een nether die voor als tegenprestatie is. Ja, niet pas als Allah azza wa jal ons geneest, geven wij 1000 euro sadaqa. Pas als we slagen voor de baan, dan geven wij 1000 euro sadaqa of dan verrichten we hajj of umrah en anders niet. Zo hoort dit niet zo te zijn. Dit hoort niet zo te zijn. Een moslim hoort sadaqa te geven wanneer hij kan. Of hij genezen wordt of dat hij ziek is. Sterker nog, het geven van sadaqa kan een reden zijn tot genezing. En dat is bekend, vooral met het graven van waterputten. Sommige mensen in de tijd van de Salaf die onverklaarbare gewichtsziektes hadden, gewrichtsziektes zoals kniepijn, etc. Salaf zouden zeggen, graaf een put. Graaf een put. En die mensen zouden ook daadwerkelijk genezen worden. En dan, subhanallah, het water blijft stromen. En zij zeiden, daardoor stroomt het bloed in jouw lichaam, etc. ook beter. Door deze sadaqat wordt jij genezen. Ala kulli hal, het geven van de sadaqa heeft een groot effect op genezing. En het hoort niet zo te zijn dat de moslim zegt, als ik slaag, geef ik 1000 euro sadaqa. Als ik genezen word, verricht ik hajj. Als ik slaag voor mijn examens, ga ik op umrah. En anders? Anders niet. Nee, door deze aanbidding is echt voor jouzelf. Voor jouzelf. Je helpt jouzelf hiermee, voordat jij anderen helpt. En daarom zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, een nadr, إنه لا يستخرج إلا من بخيل. Profeet sallallahu alayhi wa sallam zei over een nether, dat wordt alleen getrokken uit een gierigheid. Waarom? Een gierigheid. Waarom? Omdat anders zou hij dat niet doen. En daarom is het eigenlijk een
goedkeuringswaardige aanbidding. Maar als je dat toch hebt gedaan, en subhanallah, de Arabieren doen dit heel veel. Wij in Nederland kennen dit niet. Dus misschien zul je denken, waar heeft hij het over? Maar in Egypte, in Saudi-Arabië, en zelfs diep in Marokko, mensen doen dat heel veel. Tot de dag van vandaag zie ik ze dat doen, dat zij een nether verrichten. En het is afgekeurd, het wordt afgekeurd. Het is niet aangeraden om het te doen. Maar als je het doet, dan moet je het nakomen. En wanneer je het nakomt, dat jij je belofte bent nagekomen, deze nether bent nagekomen, dan word jij geprezen door Allah Azzawajal. Zoals staat in de uitspraak van Allah Azzawajal. Yufuna bin nadri. Zij komen hun beloftes na, zoals staat in Surat al-Insan. Dus dit zijn allemaal vormen van aanbidding. Die Sheikh al-Islam ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala ons aanleert. Met bewijs. Met bewijs. Zoals het hoort bij een sunni. Zoals het hoort bij een geleerde en een student van kennis. Dus degene die iets van deze aanbiddingen laat zijn voor iets of iemand anders dan Allah azawajal, die is een mushrik. En die is een ongelovige. Dus pas hiervoor op. Barakallahu fikum. Dit is onze les van vandaag. Bi'idhnillahi ta'ala. En hiermee hebben we het eerste fundament gehad. En dat is het kennen van Allah azawajal. En wat Allah azawajal precies van ons wil. En vanaf de volgende les gaan we inshallah over naar het tweede fundament. En zullen we de geweldige hadith van Jibril behandelen. Een van de belangrijkste hadith in de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Met de hoop nog steeds dat we dit boek inshallah ta'ala, dit belangrijk boek, dit levenswerk voor Ramadan af zullen hebben. Hada wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.